Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We zijn de vorige keer begonnen in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Malachi. We hebben toen wat algemeenheden besproken. Vandaag, in uitzending 1212, beginnen we met de tekst zelf. God stuurt zijn profeet Malachi naar het volk Israël met een dringende boodschap. Net als Zacharia en Haggai treedt Malachi op na de ballingschap als een deel van de Joden weer terug is in eigen land. Er is een goed begin geweest. Mensen dienden de heren weer en werkten aan de wederopbouw van het land en de tempel. Toch raakte de eerste liefde voor de heren al gauw wat op de achtergrond. Malachi gaat erop in en roept op om de heren met een volkomen hart te dienen. Halfslachtigheid is nooit de bedoeling geweest van de heren. Malachi is een boek waarin we lezen dat de relatie tussen de Heer en zijn volk gekenmerkt moet worden door echtheid. Echte liefde die samengaat met heiligheid en toewijding. Dat is evengoed een oproep voor christenen. In het begin van Openbaring zullen we lezen dat de Heer tegen de gemeente in Efeze zegt dat ze haar eerste liefde verlaten heeft. Hij heeft gezien dat deze gelovigen niet meer zoveel van hem houden als in het begin, en vraagt hen om terug te keren naar die eerste liefde. Ook wij zien uit naar de toekomst van de Heer. In tussentijd is het bij ons ook vaak stil. Daarom is de boodschap van Malachi relevant. De Heer heeft ons lief, met een eeuwige liefde, en Hij vraagt ons om van Hem te houden met heel ons hart. Hij wil niet dat onze eerste liefde bekoelt. Malachi gaat zich dus met diezelfde problemen bezighouden waar Nehemia het over had. Het eerste probleem is de ontwijding van het priesterschap. Het tweede is hun buitenlandse huwelijken en de scheiding van hun Israelitische vrouwen. Je zal zien, God zal zich hard hiertegen uitspreken. Maliachi 1, vers 1 Een last, het woord van de Heer tot Israël, door de dienst van Maliachie. Dat Maliachies boodschap als last wordt bestempeld, zal duidelijk worden. Het zal een heel krachtig en rigoureus verwijt zijn dat God zal geven. Iets anders dat we moeten opmerken is dat Maliachi Israël aanspreekt. Dat wil zeggen al de twaalf stammen. Het is duidelijk dat de stammen van Israël nooit echt verloren raken. Ook toen was er slechts een overblijfsel van elke stam naar het land teruggekeerd. Maar God sprak ze aan. Ik denk trouwens dat Malachi's boodschap daarbovenop van hier uit ging naar de anderen die niet waren teruggekeerd. Het boek Nehemia laat zien dat er communicatie was over en weer. Er waren boden, reizigers die heen en weer gingen tussen Israël en de plek van ballingschap waar ze in slavernij waren geweest. Malachie 1 vers 2 Ik heb u lief gehad, zegt de heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? De laatste van de twaalf kleine profeten kan op grond van de inzet van zijn profetie de profeet van de liefde van God genoemd worden. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst wordt duidelijk dat de liefde van God een eenzijdige liefde is. Als de Heer naar Israël kijkt, dan vindt hij geen grond en reden om hen lief te hebben. Zijn liefde komt van één kant, van Gods kant. Ze is op geen enkele manier gegrond in het voorwerp van zijn liefde. De Heer heeft zijn volk lief omdat hij God is en met hun voorouders een verbond heeft gesloten. En daar wil hij zich aan houden. En als de Heer vandaag ons zijn liefde verkondigt in Jezus Christus, dan is dat in wezen hetzelfde. In Romeinen 5, versen 8 en 9 lezen we: God achter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Wie deze liefde leert kennen, ontdekt het geheim van Gods genade. In Titus 3 versen 4 tot en met 7 lezen we. Maar toen de goeder tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, rechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. De Heer is in het Oude Testament en Nieuwe Testament de liefdevolle vader die zijn kind kwijt is. En de Heer zoekt tot op de dag van vandaag naar verloren mensen om hen zijn liefde te schenken. Maar in een liefdesrelatie kan niets gedwongen zijn of gemaakt. In een goede relatie komt liefde van twee kanten. En daar gaat het bij een mens vaak verkeerd. Ook daarin is Israël een voorbeeld waar wij van moeten leren. Hun reactie op de liefdesverklaring van God was Waarin hebt u ons lief gehad? Menselijk gesproken is de reactie van de teruggekeerde ballingen deels te begrijpen. Vol verwachting waren ze teruggekeerd uit de ballingschap. Zij zouden weer bij de heren wonen. In zijn land, in zijn stad en bij zijn tempel. Daar zou de heren hen weer het goede laten zien. Maar het was allemaal anders gelopen. Er waren misoogsten, politieke onrust en de mensen die in het beloofde land waren gebleven stonden niet te juichen toen ze terugkwamen. Israël is teleurgesteld in de Heeren. De profeten hadden een heerlijke toekomst beloofd, maar ze zagen er niet veel van. Maar hun antwoord wordt door de Heer zelf gegeven, via Malachi. De Heere weet wat bij het volk leeft en dat is op zichzelf ook al een teken van liefde. En dan hun reactie: is dat niet van alle tijden? Als God liefde is, waarin of waaruit blijkt dat dan? Laten ook wij maar eerlijk zijn: dezelfde vraag is waarschijnlijk ook al eens in ons hart opgekomen. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? En waarom doet de Heer er niets aan? Voortdurend wordt de Heer ter verantwoording geroepen en wordt er verwacht dat hij ons mensen uitleg moet komen geven over de dingen die hij doet of juist niet doet. Maar zo liggen de verhoudingen niet. Malachi 1, vers 3. Was Ezo niet de broer van Jacob, spreekt de Heer? Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. God is bereid te bewijzen wat hij gezegd heeft. Het volk was vragen aan het stellen. Ze betwijfelden de liefde van God. En God herinnert ze aan de oorsprong van hun natie. Jacob en Ezo waren een tweeling. God maakte een verschil tussen hen bij het allereerste begin. Maar het was ongeveer 1500 jaar voordat hij stelde, zoals hij hier doet, dat hij Jacob lief had. Dit levert een probleem op. Waarom zou God zeggen dat hij Jacob lief had en Ezo haatte? Een student kwam bij wijlen dokter Griffith Thomas met die vraag. Ik heb een probleem, zei hij. Waarom zegt God dat hij Ezo haatte? Wel, ik heb ook een probleem met dat vers, antwoordde dokter Thomas. Maar mijn probleem is waarom God zei dat hij Jacob lief had. Dat is het echte probleem. En inderdaad, het ware probleem hier is waarom God zou zeggen dat hij dit volk lief had. Maar laten we één ding begrijpen. God zei dit nooit voordat Jacob en Ezo twee grote naties waren geworden met lange geschiedenissen. Daarom zei God dat hij Jacob lief had, vanwege het feit dat hij wist wat in Jacobs hart was. Hij wist dat hier een man was die een verlangen naar hem had, en dat Ezo helemaal geen verlangen naar hem had. Maar het moest worden uitgewerkt in 1500 jaar geschiedenis, voordat God bereid was het soort uitspraak te doen die hij hier in Malachi doet. We moeten begrijpen dat het verschil hier tussen liefhebben en haten eenvoudig is, dat het leven van de natie die van Ezo kwam, en dat is Edom, en het leven van de natie die van Jacob kwam. En dat is Israël, aantoont dat God het juist had toen hij zei dat hij de ene lief had en de andere haatte. Dit alles laat iets zien dat we vandaag onder ogen moeten zien. We hebben zoveel aandacht geschonken aan de liefde van God. Maar als God liefgeeft, dan haat hij ook. Je kunt niet lief hebben zonder te haten. Liefde en haat staan heel dicht bij elkaar. Als God het goede liefgeeft, moet hij het kwade haten. Het kan niet anders. En dat is precies wat we hier aantreffen. De geschiedenissen van het volk Israël en het volk Edom zijn geheel verschillend. Malachi 1, vers 4. Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de heren van de legermachten dit: Zullen zij bouwen? Dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heer tot in eeuwigheid toornig is. Ezou vertrouwde op zijn eigen kracht. Dat doen zijn nakomelingen ook. Er is steeds verzet tegen de plaats die de Heer hen heeft gegeven en zij vertrouwen meer op hun eigen kracht dan op God. In Hebreeën 12, versen 16 en 17 lezen we: Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezo, die voor één enkele maaltijd zijn eerste geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Het is bij de vertaling niet zeker of zowel ontuchtpleger als onheilige allebei op Ezo betrokken moeten worden of alleen het laatste. Van Ezo is namelijk niet bekend dat hij betrokken is geraakt bij seksuele zonden of een hoereerder was. Wel dat hij met twee hetitische vrouwen trouwde, waarvan we in Genesis 26, vers 35 lezen dat Isaac en Rebecca zijn daad afkeurden en er verdriet van hadden. Door de Joden werd Ezo gezien als een zinnelijk mens. Een levensgenieter die gericht was op het bevredigen van zijn aardse genoegens, maar niet gericht op het hemelse vaderland. Vandaaruit is ook het verkopen van het eerste geboorterecht begrijpelijk. Er zijn nog zaken onduidelijk over de vertaling van dit vers. Of de schrijver bij ontuchtpleger alleen dacht aan allerlei vormen van buitenachtelijke seksualiteit of ook aan overspel ten opzichte van de Heren, is niet zeker. Voor de gelovigen is Ezo, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten, sowieso een waarschuwing. Om niet door betrokken te raken in seksuele zonden en hoererij, het recht van het kindschap en het recht op de eeuwige erfenis in gevaar te brengen. Ezo wilde kost wat kost zijn fouten rechtzetten, en er waren weliswaar tranen, maar er was geen sprake van echt brouw, geen echte spijt. Ezo was als de dief die begon te huilen toen hij betrapt werd, en zei dat het hem speet, maar het speet hem niet dat hij een dief was, het speet hem dat hij betrapt was. Malachi 1, vers 5 Uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zeggen, groot is de Heer tot over de grenzen van Israël. Nadat God Edom oordeelde, bereikten ze nooit een herstel. God deed het anders met zijn volk. Hij was hun Heer, hun God, maar ook hun rechter, en hij oordeelde ze uiterst streng. Oppervlakkig gezien leek het erop dat hij Israël strenger oordeelde dan Edom. Maar zij waren er nog, ze zijn er nog en ze zullen er nog zijn. In wezen gaat het om hetzelfde probleem waar Asaf mee worstelde in Psalm 73 en waar ook veel gelovigen mee worstelen. Namelijk te denken dat God strenger is voor de zijnen. Maar niets is minder waar. Asaf beëindigt psalm 73 in vers 23 met deze woorden. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. Malachi 1, vers 6 Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de heren van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Het gaat hier niet zozeer om individuen. God noemde de hele natie zijn zoon. Hij herinnert hen eraan dat hij deze relatie met het volk heeft. God wijst op het ontzag dat past tussen kind en ouder. Maar ze voelen zich gekrenkt, omdat God zegt dat dit er niet is. Ze waren arrogant, hoogmoedig en verwaand. Ze waren niet aanspreekbaar. Ik ben van mening dat dit herkenbaar is vandaag. En nee, niet alleen bij de jeugd, maar bij alle mensen. We kunnen jonge mensen niet beschuldigen dat ze niet luisteren als de ouderen zelf niet naar God luisteren. Maar de Heer laat het nooit bij vage beschuldigingen. Hij noemde de dingen bij naam en zei tegen Israël, jullie verachten mijn naam. En ze deden alsof ze werkelijk niet wisten waarover hij het had. Want ze brachten hun offers, ze hingen door het ritueel, ze gaven een uiterlijk vertoon van heel religieus te zijn. Hun rome voorstelling was heel indrukwekkend. Ik ben er zeker van dat de meesten van ons onder de indruk zouden geweest zijn. Maar ze waren ver van God. Malachi 1, vers 7: Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt en u zegt, Waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, De tafel van de heren die is verachtelijk. Hoe kunnen ze zijn naam minachten als ze zo regelmatig naar de tempel gingen? In de eerste plaats door minderwaardig voedsel te offeren. God zegt dat hun offer vervuild was, maar ze wilden dat niet erkennen. Dat gebeurde telkens wanneer werd gezegd: Het offer voor de here moet niet zo waardevol zijn. En wij? Krijgt de Heer van ons wat hij waard is? Geven wij hem waar hij recht op heeft? Mag het ons iets kosten of schenken we uit onze overvloed en geven we enkel tijd die we over hebben? Of maken we ons vrij voor hem en zijn werk? Want er zijn wel nog zaken herkenbaar voor onze tijd. God spreekt tot het Joodse overblijfsel dat was teruggekeerd naar het land en zich op zijn gemak had gesetteld. Ze zijn ondertussen goed geïnstalleerd. Ze zijn al meer dan honderd jaar terug. De ballingschap is nu op de achtergrond en het gaat welvarend in het land. Ze zijn een beetje verwaand geworden. Ze hebben nu een tempel en ze gaan door het ritueel ervan. Maar ze zijn feitelijk ver van God. Ze zijn onbeschaamd geworden daar ze brutaal tegen God terugpraten als gij dingen tot hen zegt. Ik denk dat het stil is geworden op het tempelplein toen Malachi de vragen stelde en de woorden met bewijzen onderbouwde. Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Malachi 1, versen 8 tot en met 11. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Cochemin en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.